die rijden op paarden, hè. Zeker. En dat is gewoon een merrie, en dat speelt een grote rol. En op het einde is er een climax. En dan gaat dat paard een rol spelen, maar wij zijn maar met tweeën en wij kunnen niet gewoon een paard doen. Dat paard, dat die heeft dus een zessenbel. Zessenbel, ja. Zessenbel, dat is belangrijk dat je dat weet blijft. Belangrijk is dat niet. Maar het einde van dat lied gebeurt er iets met zessenbel. En dan begint dat kaart te hinniken. Ook daarachter even alle aandacht. Dat is heel belangrijk, daarachter ook, van achter in de zaal daar helemaal. Dat paard begint te plaatsen van dat lied heel hard te hinniken. Daar is een reden voor. Maar waar je mag in een taart en wat kunnen dan eens te doen? Voor mij zou ik om de zaal om alle fantastisch publiek willen vragen om eens allemaal samen keihard te hinniken. Ja? Draad wie je in? Jingle! Dat kan wel even bij. Ja, jawel. All the way. Keihard hinniken, ja? Draad wie je in? Jingle! Ja, er zit een mutter tussen precies. Dat kan er daar. Dus het laatste zullen we teken doen wanneer je dat meugt doet. Goed opletten, want de concentratie nog een echt iets. Ik zal wel sfeer geven. Gaan we een vinger. Ja, dat wel. Ah ja, sfeer. Sfeer. Voilà. Gedroeg de vervalde cowboys, waren drunk, op zijn opgemoeid peer. Ze begon waarde van hun beurs. En onder invloed van een zware zonneslag, ging de cowboy hallucinerende wartal wat te kroon. Ik zit even mug als man en merrie. Wij horen al het weer met verlof. Wij zitten op de lijn. Stilt, is een taart voor een ander orgaan.
Wisten met de bel. Ah, bloody shit, ik zit u. Jezebel! Oh.